What a wonderful world. En wat gezellig dat jullie weer kijken naar mijn nieuwe video. Het is weer maandag, dus ik ga jullie weer meenemen shoppen. En ik ga jullie deze week meenemen naar de kringloop. Ik had zin om weer een keertje uitgebreid te gaan kringloop shoppen. Ik neem jullie in mijn vlogs natuurlijk ook wel regelmatig mee naar de kringloop. Maar ik wil vandaag echt weer even een toertje van maken. Dus we gaan naar het Damsterdiep hier in Groningen. Daar heb je twee kringlopen zitten. De Mama Mini en de Goudgoed. En dan gaan we nog even naar de stad. Daar zit ook een Mama Mini. Daar is alleen kleding. Maar daar vind ik ook wel heel vaak pareltjes. Dus ja, heel benieuwd wat we allemaal gaan tegenkomen. Ik neem jullie gezellig mee. Daar zijn we dan. De Mama Mini aan het Damsterdiep. Heel benieuwd wat we allemaal weer tegen gaan komen vandaag. Echt wel een mooie lange houten tafel. 100 euro. Nou, als je heel veel kinderen hebt. Ik spot weer leuke wijnglazen hoor. Kijk, deze roze glas. Oh, het zijn er twee en er is er nog één groenige. Blauw-groen. Deze zijn trouwens ook leuk. Ze zijn natuurlijk wel geschikt gewoon voor water of voor een sapje of zo. Er zijn er vier van. Kijk hoor, deze ziet er niet meer helemaal goed uit helaas. En nog wel hele vrolijke flamingo glazen. Leuk voor kinderen. Beeldjes. Kijk, dit zijn eentjes. En dit is een katje. Die vond ik eigenlijk wel heel schattig. Kijk, het is natuurlijk heel erg corny, maar als je één in een wandkast of zo zet, kan het ook wel echt leuk zijn. Het is ook wel handig. Ze hebben gewoon setjes gemaakt met kleine pompoenen voor 1 euro. Als je een herfsttafel wil stylen. Kijk, wel een leuke jas van Maison Scotch. 10 euro. Oh, hij is helaas niet meer echt in goede staat. Hier bij de mousie wel echt versleten. Dus dat is dan jammer. Ik ben even bij de herenafdeling aan het kijken. Kijk hier tegenwoordig vaak ook al een beetje voorzien. Dit is wel een mooie trui van Selected Om. Selected Fam is natuurlijk voor de dames ook altijd een mooi merk. En hij is maar 4 euro. Ziet er ook echt nog wel top uit. Maar ja, ik denk niet dat ze het leuk vindt. Veel te somber. Het is wel een mooie basic. Er hangen echt wel veel merkdingen op het moment. Kijk, Tricorn. En helemaal de kleur van nu. Leuk, hè? Nog een polo met lange mouw van Tom Hilfiger. 3,50. Niet duur allemaal. Kijk, die is ook best mooi. Dit is gewoon een damesding, denk ik eigenlijk. Kijk, nog één van Selected Om. Soms denk je dan van, oh, dat is gewoon één. Iemand die heeft allerlei dingen ingeleverd hier. Nou, het is natuurlijk kinderboekenweek, maar je kan dus in de kringloop ook altijd vet leuke boeken vinden. En deze kringloop is in het bijzonder altijd wel top voor boeken. Het leven van een loser staan hier heel vaak. Die zijn altijd top natuurlijk. Maar ik zag nu deze, Keverjongen. Die had ik ook al eens ja, met Sim of zo bekeken volgens mij. Dus die neem ik nu mee, want dat leek hem toen volgens mij ook wel een leuk boek. Dit soort lampen zie je natuurlijk ook nog heel erg veel. Nou, het is ook echt een grote. 10 euro. Goed gekeurd. Volgens mij mag je het ook echt terugbrengen als er dan toch iets mis blijkt te zijn. Dus dat is ook wel leuk. Ook leuk voor op mijn slaapkamer. Ben ik nu bij de Goudgoed. Deze zit ook aan het Damsterdiep. Dus die kun je mooi combineren met de Mama Mini. Nou, ik ben heel benieuwd. Ik heb wel echt het gevoel dat er leukere herenkleding is de laatste tijd in de kringloop. Deze trui is ook best mooi. Petrol. Kijk hoor, ja, 6 euro. Kijken wat er nog meer is. Deze ziet er wel ook mooi uit. Van OB. Nou, ik weet niet of Sim de print heel leuk vindt. Wel echt nog helemaal in goede staat. En echt een mooie jas van Gent. Maar dit is echt een hele grote maat. Nou, 18 euro. Wel een hele mooie dikke jas. Leuk spijkerjasje van Zara. Het is een beetje een oversized model. Een beetje zo kort breed, zeg maar. Ik vind het wel leuk. Maar ja, niet echt voor nu. Meer voor de zomer eigenlijk, hè. Ja, dit heeft toch ook wel wat. Suède is gewoon weer helemaal hot. En dan dat dierenprintje. Ik denk dat het best wel cool kan staan. Het is ook wel echt Suède. Maar ja, het is niet een
item wat je heel makkelijk met alles kan combineren. En hij is 25 euro. Maar ik vind het op zich wel heel vet. Dierenprintbontjes hangen er ook vaak wel. Deze is op zich wel cool. Hij heeft één knoop. 18 euro, ja. Jassen zijn vaak best duur. Deze is wel ook tof. Maar dit is een herenjas. En ook echt wel een grote maat. Nou, die is ook 20 euro. Maar ziet er nog wel helemaal goed uit. Beetje zo'n lammy look. Kijk, van dit ook een heel leuk jasje. Omdat je natuurlijk ook veel korte jasjes ziet. Vind ik dat wel cool. Kijk, 15 euro. En hij is van de Mango. Dus dat vind ik eigenlijk wel de topper die ik bij de jassen heb gespot. Ah, weer een Morgan jurkje. Moet ik toch altijd weer even aan vroeger denken. Dat dit echt mijn favoriete merk was. Maar dat ik echt alleen een t-shirtje ervan kon betalen. Met dat hartje erop. Daar was ik wel echt heel blij mee. Maar nee, nu hoeft het niet meer. Nou, en deze vind ik dus ook wel tof. Ook echt gewoon gaaf met dit kapje. Het heeft echt geen eens een andere kap op. Nou, ik weet er niet echt een plekje voor bij ons. Ze hebben hier dus ook een speciaal vintage hoekje. En kijk, dit is wel leuk. Het gilet, dat is natuurlijk ook helemaal terug. En hier hangen dan van die oude giletjes. Maar soms zijn die best wel cool. Deze bijvoorbeeld vond ik ook echt heel gaaf. Maar het is een grote mate groot voor mij. Maar wel echt heel leuk. En helemaal van nu ook eigenlijk. Dan is het toch het allerleukste als je dat gewoon vintage vindt. Hier hangen dus ook soms wel van die mooie dekens. Alleen, ik kreeg laatst een keer een waarschuwing van iemand dat je wel ervoor uit moet kijken dat vroeger werden deze dekens ook vaak behandeld met ja, giftige stoffen tegen ja, mijt en zo. Nou ja, dat ze nu ook nog in zo'n goede staat zijn, dat heeft daar misschien ook mee te maken. Maar dat dat dus eigenlijk niet zo gezond is om daar dan onder te gaan zitten. Oeh, kijk, dit is eigenlijk ook wel top. Echt zo'n hele croquis jeu de boule set met van die zware ballen. 10 euro, een mooi kistje erbij. Dat is ook nog een kleintje voor 5. Ook wel grappig deze mantel. Dit is natuurlijk helemaal de trendkleur nu. 13,50. Deze vind ik dus heel gaaf. Dit harige zie je ook heel veel. En het lijkt niet eens dat hij kriebelt, alleen er zit hier een vlek. Dat is wel echt heel jammer. Cool roze kleurtje. 6 euro. Ah, kwaliteit is niet echt top. Wel een toffe kleur. Oh, volgens mij heb ik deze wel eens gepast bij C&A. Kaartje hangt er nog aan. 6 euro nu. Oeh, kijk hoe cool. Ik denk zelf gemaakt. 3,75. Denim op denim is natuurlijk ook helemaal hot. Dus als je er een broek in die of in die kleur bij hebt, is het ook hartstikke leuk. Ik ga even een paar dingetjes passen. Kijk, dit vestje van Bellamy. Dit leek me wel een kwalitatief mooi vestje. Die trui van C&A even. En ik vond deze ook wel heel erg leuk van de Mango. Maar goed, die is mouwloos. En ik denk dat die ook wat groot is. Maar ik ga het toch gewoon even proberen. Hij zou misschien ook onder een blazer kunnen. Ik had het merk nog even opgezocht. En het is inderdaad wel een duurder merk. Alleen, ja, nee. Ik deed het aan. Ik denk, nee, dit is toch niet echt iets voor mij. Ook zo'n dun vestje. Ik weet het niet. Oké, deze vind ik wel echt leuk. En deze heb ik sowieso meegenomen als het de goede maat was geweest. Want ik heb dus een M. En ja, dan zit hij net hier wel wat breed. Kijk, als hij zo was geweest, was het echt top geweest. En dan was het denk ik ook gewoon leuk geweest om het onder een blazer te doen. Ja, jammer. Deze zit wel heel lekker. En hij is dus nog helemaal nieuw. Toch twijfel ik een beetje, want ik ben natuurlijk een beetje op de basic tour. En daar past dit nou niet echt bij. Maar ja, goed. Af en toe een uitschieter met een kleurtje. Even denken wat ik er, waar ik erbij zou dragen. Ik ben weer thuis en kijk even wat ik heb meegenomen. Een hele lekkere trui. En wat dus het grappige was,
Deze trui heb ik vorig jaar bij de CNA aangepast. Kijk, de kaartjes hangen er ook gewoon nog aan. En toen twijfelde ik eigenlijk best wel of ik hem zou meenemen. Hij was namelijk €25,99, vond ik toen eigenlijk ook niet zo duur. En hij zit gewoon heel erg lekker, hij kriebelt niet. En ik vond de kleuren heel leuk staan. Ik zat wel een beetje te denken van ja, waar ga ik hem bijdragen? Nou ja, gewoon bij een spijkerbroek kan natuurlijk sowieso. Het is ook wel een wat sportievere trui. Maar ik kon hem nu, voor €6 kon ik hem echt niet laten liggen. Dus ja, heel erg blij mee. Dus dit heb ik bij de Mamma Mini in de stad gekocht. Dat blijft toch echt wel mijn favoriete kringloop voor kleding. Bij de andere twee kringlopen kun je weer beter terecht voor servies en zo. Kleding vond ik daar nu een beetje tegenvallen. Maar ik kocht nog wel een leuk boek. Dat is trouwens ook wel een tip voor de boeken. Is de Mamma Mini dus aan het Amsterdiep echt wel een topplek. Dat is heel gek. Echt, bij bepaalde kringlopen daar vind je altijd van een bepaald soort ding heel veel leuke dingen. Dus het is net alsof alle goede boeken van de Mamma Mini naar de Mamma Mini de Amsterdiep gaan. Nu kocht ik dus deze Keverjongen. Ik had op de een of andere manier dit boek al wel eens vaker bekeken. Ik weet niet meer precies hoe en wat, maar het was wel zo'n beetje zo van, oh ja, dat was een leuk boek. Nou, hij is ook aanbevolen door de Wereldraad Door. En ik had nog even snel gegoogeld. Hij kreeg ook heel veel sterren. Dus, nou, ik heb het meegenomen. Leuk ook met die insecten zo op de zijkant. En het is natuurlijk kinderboekenweek. Dus leuke tip ook als je nog een boek wilt kopen met je kinderen of uitzoeken. Kun je ook gewoon bij de kringloop doen. Vind je ook heel vaak hele leuke boeken. Deze was maar €1,75. Dus, dat is ook nog even een tip. Ik ben ook benieuwd welke dingen jullie leuk vonden. Laat me dat vooral weten in de comments. En dan ben ik er volgende week weer. Heel erg bedankt voor het kijken. Doeg!